Goedendag beste kijkers, ik heet jullie allemaal van harte welkom in misschien wel de kortste aflevering van de Duel Master Series. Hoe dat zo? Nou, ik was lekker Cradle of Rome aan het opnemen. Tenminste, dat dacht ik. De opslagplaats van mijn computer zat vol en de opname stopte automatisch als de hoeveelheid opslag is overschreden. Dus ik lekker aan het spelen, de levels 26 tot en met 30. Dat zijn tenslotte de levels die alle delen 6 bevatten. Pas achteraf doorhebbende dat de opname al lang gestopt was. Alleen level 26 wordt nu in de avontuurspeelstand gedaan. En sinds het feit is dat in de vrijspelenmodus de verzamelde grondstoffen geen invloed hebben op wat er in de stad gebeurt, kunnen we daar lekker vlot doorheen.
enige twee bonussen waarvan het in mijn ogen zinvol is om ze te gebruiken in een level dat je zo snel mogelijk voltooien wil, zijn de bom en de thunderbolt. Jullie zien hier dat ik die bonussen elke keer in één poging krijg. Heb ik geluk? Nee. Kun je op een of andere wijze kiezen welke je krijgt? Wederom is het antwoord nee. Ik knip de mislukte pogingen eruit en monteer het zo dat iemand die doof is of geen Nederlands verstaat niet beter weet of dat ik het gewoon geluk heb en vier keer achter elkaar geschikte bonus krijg om de levels te speedrunnen.
Dit was de laatste van alle delen 6 in de Duel Master series. Volgende week gaan we verder met deel 7 van Cradle of Egypt. Vond je deze video leuk? Beloon dat dan met een duimpje omhoog. En ben je nieuw hier? Vergeet niet te abonneren en mij te volgen op sociale media. De namen staan rechts in beeld en de linkjes in de beschrijving. Voel je vrij om je mening achter te laten in de reacties beneden. Zie ik jullie in de loop van de week terug? Denk aan woensdag of donderdag. Dan ontvang ik jullie natuurlijk met open armen. Peace.